Het is dit weekend topdrukte in de winkelstraten. Winkeliers verwachten alleen aan Sinterklaas cadeaus zo'n 600 miljoen euro extra omzet te halen. Een absoluut verkooprecord. En veel van die pakjes moesten vandaag nog gekocht worden. Het heeft 9 jaar geduurd, maar dit weekend is de Sint definitief hersteld van de crisis. Zowel online als in de winkel wordt meer gekocht dan ooit. Wat is het zo geworden? Boeken. Vooral veel boeken. Ja, doekjes veel. En theedoeken en zo. Ja, voor allemaal mensen. Cadeau. Allemaal kleine dingetjes. Ja. 1 ding, dan ben ik klaar. Ja. Vooral de bekende winkelstraten in de grote steden profiteren van de kooplust. Stelt een bureau dat het aantal bezoekers van uur tot uur telt via de wifi-signalen van hun mobieltjes. Piek zal rond 3:30 liggen. Het is een zaterdag. Morgen, zondag, ook een hele belangrijke verkoopdag, zal de piek rond 4:00 liggen. Dus de online neemt toe, maar zeker ook het fysieke, zeg maar, winkelen neemt heel erg toe in december. En dit was Nederlands grootste online winkel gisteren, toen de laatste piek aan pakjes nog de deur uit moest. Het bedrijf heeft honderden extra mensen ingezet. Ja, het gaat heel erg goed. Webwinkels gaan dit jaar gewoon alle records breken. We praten over een stijging van 26% ten opzichte van vorig jaar. Dat betekent dat eigenlijk zo'n beetje qua omzet dat 1 op de 3 pakketjes momenteel online door Sinterklaas worden gekocht. Vorig jaar werden honderdduizenden pakketjes te laat geleverd, waardoor nogal wat Sinterklaasavonden anders uitpakten dan verwacht. Dat lijkt dit jaar beter te gaan. Ja, prima, super. Maar ja, dat hebben we bij thuis gedaan. Dat hebben wij al 2 maanden geleden gedaan. Ja.